Goedemorgen mensen, het is weer maandag. Ze noemen het zelfs de Blue Monday. Dat is de depressiefste dag van het jaar. En ik heb net de brievenbus weer even leeggemaakt, zoals iedere maandagmorgen. Dan leggen ze weer in. En ik heb een jaar geleden ben ik erachter gekomen dat die altijd op vrijdag binnenvallen. Al die systeem shit. En toen heb ik besloten om 's maandags mijn brievenbus leeg te maken. Want de mensen die toch vrijdag uit de bus halen zijn heel dat weekend bezig. Alleen maar in de gedachten met de systeem shit. Belasting, gemeentebelasting. En het wordt steeds gekker in Nederland. Hè? Het is gewoon een vorm van legaal afpersen. Ik ben vroeger veroordeeld voor afpersing natuurlijk. Ja, met bankovervallen, dan dwing je mensen om iets af te geven. En hier krijg je gewoon brieven in de bus met dwangbevel. En in naam der koning. Dit is wat ik. Als ik even kijken. Wat ik zo'n beetje de laatste maanden binnen heb gekregen van de belasting. Hè? En ja, ik wil wel eens belasting betalen. Maar, en ik ben nog steeds miljonair. Alleen ja, mijn geld is. Niet in mijn zak, hè. Dat is allemaal bij andere mensen en ik wil wel betalen, maar ik heb geen zin om mensen onder druk te gaan zetten. Kijk, als jij voor mensen deurwaarders betaalt en dat soort dingen, dan kun je mensen geen druk gaan zetten van je moet het niet terug hebben, want de belasting staat voor de deur. Dus ik loop zelf ook een beetje vast, maar ja, ik word er niet depressief van en dat is belangrijk. Jij je niet depressief laten maken door het systeem. Hè, dat je niet in die spiraal komt, want dan wordt alles negatief. Hè? En daar is het ook niet mee betaald. Want het kromme in Nederland is, als mensen iets niet kunnen betalen, hè, dan wordt er een hoge boete opgelegd, alsof ze het dan wel kunnen betalen. Het is toch te gek voor woorden aan het worden? Ik snap niet dat mensen dit blijven accepteren, dat meen ik echt. Heel dat belastingssysteem in Nederland klopt er flikker van. Hè, en dat begint al bij de grondwet, hè, dan gaat het al fout. Want we hebben de wet gelijkheidsbeginselen. De wet gelijkheidsbeginselen wil zeggen dat iedere inwoner van Nederland gelijke rechten en gelijke plichten heeft. Kijk nou eens naar ons Koningshuis, die worden vrijgesteld van alle belastingen. En krijgen ieder jaar toelages, dat wil je niet weten. Hè? Die worden maar rijker, 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 zoals in heel de wereld. Hè? De rijken alleen maar rijker worden. Als je kijkt vorige week op Teletext, de 500 rijkste. Ik noem het groot geldbezitters, want geld is geen rijkdom. Maar ik noem het groot geldbezitters, maar de 500 rijkste mensen van de wereld zijn afgelopen jaar 35 biljoen rijker geworden. En de mensen zakken maar steeds verder weg. Wat moet er nou gebeuren om daar een verandering in te krijgen? Dit kan toch zo niet langer? Wat voor toekomst is er voor jongeren? Ja, als je kijkt jongeren die bij ons binnenkomen, die gewoon niet meer uit de schuld komen, 19 jaar zijn. En dan al een schuld hebben van de CZ. He, van 2000 euro, waar ze wil niet meer uitkomen. En wij vinden het dan gek dat hij de criminele pad op gaat. Wat is crimineel? He? Ik denk dat we heel snel een verandering daarin moeten zien te proberen te krijgen. En dat zal niet meevallen, want ik krijg heel veel tegenstand op. En wat ik nu aan het doen ben, zal ook niet positief in mijn eigen dingen uit gaan pakken. Want nu krijg ik helemaal de aanval natuurlijk. Maar ja, ik ben er niet zo bang voor. He? Ik kan er wel weer aan. Nou mensen, dit was mijn eerste vlog. Vanaf nu ga ik iedere dag vloggen. En ik hoop dat ik heel veel volgers ga krijgen en dat ik heel veel mensen bewust kan maken voor deze dingen. Een hele fijne dag iedereen, ondanks dat je laat alle negativiteit los. En maak er gewoon een mooie fijne dag van. Ciao, tot morgen.